We hebben hier het kozijn natuurlijk. En ik vroeg me eigenlijk af, ja, wat is de algemene staat dan ook van het glas en zo? Moet ik hier wat aan doen? Op? Ja. Ik heb geen idee. Nou, zoals binnen vandaan zichtbaar is, lijkt het kozijnwerk in goede conditie. Hè? We kijken zo meteen even als we het raam open aan de buitenzijde. We zien hier dubbele beglazing. Dat is vrij recente dubbele beglazing. Dat zien we aan die ribbellijntjes die erin zitten, die dubbele rail die erin zit. Dat geeft aan dat het niet het oudste dubbelglas is en waarschijnlijk al een keer is vervangen in het verleden. Ik zit al te kijken of ik stiekem een bouwjaar, een leveringsjaartje kan zien in de rail, maar dat zie ik niet. We zien voor de rest overigens in dit kozijn geen ventilatieroosters, wat dus wel eigenlijk hoort in elke leefruimte. Maar we zien wel hierboven er eentje zitten, dus dat is op zich prima. Kijk eventjes of die... Naar de vervuiling, nou, die mag wel eens een keer in stofzuiger overheen gehaald worden. Dan kan het net weer wat beter functioneren. Maar voor de rest, er zit dus een ventilatierooster. Dat is op zich prima. Ik ga even kijken of het raam open kan. Kunnen we even de buitenzijde, het houtwerk inspecteren. Nou, het hangen sluitwerk. Hè, dit hoort natuurlijk hier aan vast. Dus dat zou ik nog wel eventjes monteren. Want als nu in één keer hier de wind inslaat, dan klapt hij open en dan klapt hij eraf. Het houtwerk zelf. Nou... Voor zover ik kan zien. Ik zie geen houtrot. Ik zie een goede ventilerende glaslat aan de onderzijde van die dubbele beglazing. Dus dat is op zich ook prima. Aan deze kant precies hetzelfde. Er zit een mooi hardstenen raamdorpel in. Ja, dus dat is allemaal in goede conditie. Ik heb eigenlijk wat dat er gaat geen bijzondere opmerking. Heb jij nog over dit kozijn? Ik heb nog één vraag. Toen ik hier de eerste keer naar te kijken, ik zie hier allemaal van die gaatjes zitten. Nu heb ik wel eens gehoord over houtworm. Ik vroeg me af, ja, is dit houtworm of? Nee, dit is zeker geen houtworm. Je ziet dat het een heel... Het is niet een natuurlijk patroon. Hè. Hier heb gewoon iets gezeten, een gordijntje of iets dergelijks, een railsje. Dus dit is gewoon van boorgaatjes. Dat heeft niks met een houtworm te maken. Nee, absoluut niet in dit hout aanwezig. Hier hetzelfde verhaal. Er zit echt een patroon in. Dat heeft niks met houtworm te maken. Dus een beetje klein onderhoud aan je hangen sluitwerk. Geen zorgen maken over houtworm en dergelijke. Want dit kozijnwerk is op zich in hele goede conditie. Top, top.